beste feest vandaag. Een feest vooral voor de reiziger. De reiziger die extra zitplaatsen krijgt op dit mooie traject. En het is niet voor de eerste dat we hier staan. Het is de tweede keer al dat het hier mag zijn, omdat het reizigersaantal zodanig is dat de lijn ook echt vraagt om uitbreiding. Meer comfort ook voor de reiziger. En dat zullen met name de reizigers in Ommen, Dalfsen zeer waarderen. Want vaak moesten ze staan in de spits. En door die extra spitstrein is er ook voor hen gelegenheid om gebruik te maken van de zitplaatsen in de trein. Dus de Vechtallijn, absoluut een succes. Het verbindt twee provincies op een hele mooie manier. De reizigers waarderen deze lijn ook altijd buitengewoon hoog. En daar ben ik de vervoerder, Arriva in dit geval, ook zeer dankbaar en erkentelijk voor. En wat opvalt daarbij is dat de vriendelijkheid van het personeel, dat mag ook best eens een keer gezegd worden, er bovenuit stijgt. De passagiers worden herkend, er wordt een praatje mee gemaakt. De mensen realiseren zich dat ze te gast zijn in de trein. Nou, kortom, heel veel waardering. Bij al het ongemak wat u ongetwijfeld als personeel op tegenkomt, wil ik toch gezegd hebben dat die inzet enorm gewaardeerd wordt. Ik ben uit Emmen vertrokken en ik heb voor het eerst kennis gemaakt met de directeur De Bijl. En ik zou willen vragen om ook iets te willen zeggen over de Vechtallijnen. Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal, dames en heren. Mooi om hier te zijn in Hardenberg. Ik stapte in Emmen. Ik woon een paar honderd meter van het station. Dus voor mij een soort van thuiswedstrijd. En het is toch mooi om te zien dat waar een aantal jaren terug mee begonnen werd, de provinciebestuurder van Overijssel en Drenthe, toen zat ik nog in het gemeentebestuur van Emmen, de wil om er een mooie regionale lijn van te maken. De aanbesteding kwam bij Arriva terecht. En dat eigenlijk vanaf het begin zagen we een hele andere koers. En steeds meer mensen die gebruik maken van de trein. Nou, ik ben in de loop der tijd overgestapt van gemeentebestuur naar provinciebestuur. In de vorige periode was mijn collega in Brinkman verantwoordelijk voor openbaar vervoer. Ik had financiën. Hij zegt: Kees, ik heb wat geld nodig. Want we moeten nog een trein erbij hebben. Hij zegt: Overijssel doet ook mee, want dat zou niet in mij geloven. Nee, dat zei ik in de Friesland. Ja. En dit is oké, wat moet dat kosten? Dat valt nog altijd wel weer tegen, zo'n investering in het openbaar vervoer. Dat zijn toch best bedragen. Aan de andere kant, als je ziet hoeveel mensen daarmee een plezier doen, in het leven meer dan 3 miljoen reizigers op deze lijn. Dat is per jaar, dat is geweldig. En jaarlijkse groei. Dan doen we dat goed. Ik sluit me aan bij de woorden van collega Bert Boerman. Want zonder mensen rijden er geen treinen. Kijk, wij kunnen al materieel mogelijk maken. Maar de mensen die doen het werk. Dank daarvoor. We hebben de reizigers nodig. Kijk even naar de vertegenwoordigers. We hebben het over Vechtallijnen. En dat was het voormalige stiefkindje, mag ik wel zeggen, van de regionale spoorlijnen. Ik hoorde net dat in 1997 men besloot om te sluiten. Maar gelukkig hadden we nog een paar wakkere bestuurders. En die gingen om tafel en die besloten om het aan te besteden. En Arriva die had die spoorlijn over. En van het voormalige stiefkindje, waarom zeg ik dat? In Nederland worden regionaal spoor- en bussenvoer altijd gemeten als het gaat om reizigerstevredenheid. En deze lijn die stond altijd heel zielig op de 80ste plaats en de 80ste plaats. En dan kwam er ook maar niet vandaan. En na de overname van die spoorlijn, na het winnen van die spoorlijn, schoot weer één keer door naar de top 10. En die reizigerstevredenheid die hebben we vastgehouden. En dat heeft ook geleid tot een spectaculaire reizigersgroei. Zoals gezegd, we vervoeren per jaar meer dan 3 miljoen mensen inmiddels. En dat is in de afgelopen jaren elk jaar gegroeid gemiddeld met 250.000. Nou, dat zijn spectaculaire aantallen. En dan krijg je natuurlijk ook dat geïnvesteerd moet worden. En dat doen we ook. Ik was best een beetje pist, maar ik wil eerlijk weten toen ik collega van Boksel hoorde, die nogal marinerend bijna zei, toen ik werd gevraagd, hoe kan het nou dat die regionale spoorlijnen zo'n succes zijn? Ja. Een beetje rijden over enkel spoor,
dat stelt niet zoveel voor. Nou, ik denk dat het veel moeilijker is juist om over enkel spoor te gaan rijden en 4 keer per uur en er toch voor te zorgen dat die treinen op tijd blijven rijden. En dat heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan het succes van deze lijn. Klanttevredenheid ontstaat door comfort, treinen die op tijd rijden, vriendelijk personeel en een stukje investeren de hele tijd. We hebben volgend jaar gaan we weer investeren in de wifi en het allerbelangrijkste natuurlijk is het investeren in het materieel zelf. We zijn ooit begonnen met 13 nieuwe treinen en al vrij snel waren die te klein. Die hebben we wat verlengd. Vervolgens hebben we een 14e trein gekocht en nu gaat de provincie zelf investeren, een 15e trein. En dat geeft ook gelijk aan wat je nodig hebt om met elkaar dit succes te kunnen vieren. En dat doe je met elkaar. En waar ik ook in het bijzonder heel trots op ben, behalve alles wat we voor de reizigers doen, is dat we ook nog een stukje waarde toevoegen voor de samenleving. Want we hebben een echte impuls gegeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2020 hebben we speciaal voor alleen al de Vechtdallijnen 10 arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen die normaal gesproken veel moeilijker aan het werk zouden kunnen komen. En daar doen we het uiteindelijk ook voor. We doen het voor de reiziger, maar we doen het ook voor die plekken die samen. Ja. Hebben jullie hier nog wat aan toe te voegen? Nou, wij hebben altijd wel wat toe te voegen. Maar wat wij een beetje heel erg leuk vinden van het bedrijf van Drenthe is dat hij zich gaat inzetten voor, verder gaan inzetten voor het openbaar vervoer. Wij zien dus dat de overheid zich gaat bemoeien, meer nog gaat bemoeien, ondanks de privatisering van het vervoer, met de investeringen in het vervoer. En vooral, je ziet het nu vandaag, 15e trein op deze fantastische lijn. Het is echt, je ziet de 54 minuten, het valt vol in Emmen, niet te geloven. En dat daar dus die inzet wordt gepleegd op de provincie, vinden wij fantastisch. Maar, er is altijd natuurlijk wel wat. Wij hebben ook te maken met wat net genoemd wordt, de lijn Almere-Marienberg. Thank you.